Dat vind ik bijvoorbeeld heel erg mooi aan plantenmedicijn, ook aan jouw verhaal. En wat ik zo bijzonder vind, is dat de weerstand van het brein, of van jezelf, of ja, nee, niet van jezelf, maar van je brein of van je ego, die je ervan weerhoudt om zoiets te ervaren. Dus wat ik super vaak ook bij mezelf heb ervaren, maar ook bij anderen om me heen, is de weerstand van: oh, maar dadelijk ga ik de controle verliezen. En dadelijk ga ik dit krijgen, dadelijk ga ik dat krijgen, et cetera. En op het moment dat je daar doorheen gaat, dan. Ik heb zo vaak gewoon moeten lachen erom. Dat ik echt denk. En ook gewoon van zoveel mensen gehoord van: waar maken wij ons druk om? Nou, dat.